Personen die in contact zijn gekomen met de politici die nu besmet zijn, worden verzocht hun informatie te sms'en of whatsappen naar het COVID-management team. Dit zei Danielle Feira van het Directoraat Nationale Veiligheid gisteren op de COVID-19 persconferentie. De personen die met de politici in aanraking zijn gekomen, moeten de verantwoordelijkheid nemen om in zelfquarantaine te gaan op afwachting van het BOG. De DNV-directeur legt verder uit wat de mensen kunnen doen nadat ze in zelfquarantaine zijn gegaan. Mensen die onlangs positief zijn getest, kunnen worden verzocht om middels sms of een WhatsApp-bericht dit door te geven op de volgende telefoonnummers. Ik denk dat het op onze screen is 8133270 of 7238840. Welke informatie geeft u door? Uw naam, geboortedatum, uw woonadres, telefoonnummer en u geeft ook aan met welke politicus of politici u in contact bent geweest en wanneer dit contact heeft plaatsgevonden. Al die informatie gaan wij dus dan vastleggen en dan doorsturen naar de medici. En als het nodig is dat u wordt gecontact, gaan wij dat doen. Dus wij gaan ook helpen met de contacttracing om dus de medici de gelegenheid te geven goed na te gaan hoe, als er een mogelijke verspreiding is, of dan wie in contact geweest is en wie dan verder behandeld moet worden, dan wel getest moet worden. Feira geeft verder aan dat er met de casinohouders is gesproken om na te gaan hoe deze sector weer kan opereren. Bij dat gesprek waren aanwezig het managementteam, DC Nerkus, minister Sang van HINT, de Gaming Board en het ministerie van Volksgezondheid. Behalve met de casinosector zijn er ook gesprekken gevoerd met religieuze organisaties. Verschillende religieuze leiders hebben weer eens hun bezorgdheid geuit voor het feit dat wij weinig aandacht of geen aandacht hebben besteed aan de gevoelens van de mens om juist in zo'n crisisperiode de gelegenheid te krijgen hun religie ten volle uit te oefenen en natuurlijk ook het gevoel van waarborging, het gevoel van bemoediging te hebben. We weten dat wij er heel veel aandacht aan besteden om bij elkaar te zijn. En om zo dan dus onze religie te beoefenen. Ik zou vanuit mijn achtergrond zeggen dat wij de gelegenheid moeten hebben om onze Heer en Heiland aan te roepen. Dat hebben wij dus met elkaar nader besproken. We hebben gekeken naar de maatregelen om dus dan weer ten volle de religieuze activiteiten te kunnen uitoefenen. We hebben gesproken over social distancing, op welke wijze men in de gebedshuizen kan gaan. En toegegeven, ook de religieuze groeperingen hebben al nagedacht om op een goede, verantwoorde wijze deze bijeenkomsten weer te doen starten. Danielle Feira, directeur Nationale Veiligheid. Zij sprak gisteren op de COVID-19 persconferentie in de congreshal.